Goedemorgen allemaal. Vandaag heb ik een vrije dag, dus ik denk, wat ga ik doen? Nou, ik besloot, ik ga wandelen vanaf Enkhuizen naar Meeblik. Nou, hier passeren we de koekfabriek van Pijnenburg. Veel vroeger Enkhuizen Bakket. Hier worden onder andere de bekende Enkhuizen Jodenkoeken gebakken. Ik kom hier langs een van de zaalveredelingsbedrijven in Enkhuizen. Busgroot Jongen en Zes Adem. Enkhuizen staat bekend als Seedstudy. We hebben hier een paar bedrijven die zich bezighouden met dus ontwikkeling en veredeling van fruit- en groentesoorten. Ik geloof dat 80% van alle groentefruit wat in de wereld verteld wordt, is ontwikkeld door een Nederlands bedrijf. De vraag stellen, wat vinden jullie van het weer? Kijk, hij loopt tenminste niet weg. Maar ook geen commentaar, begrijp ik. Oh, toch daar iemand. Oosterdijk, dat is een vuurtoren, een monument hier. En deze 2,5 kilometer erop, nog heel veel te gaan. Kijk, we lopen wel mooi langs het IJsselmeer. Ik zal even zwaaien naar jullie. Wel echt lekker weer om te lopen. We lopen alleen tegen de wind nu, als ik nog iets mag klaren. Maar ja, dan kan je weinig aan veranderen. Twee straaljagers over. We lopen intussen langs het drinkwaterstation in Dijk. Hier nemen ze IJsselmeerwater in en er wordt drinkwater van gemaakt. Hier is juist iemand een
eigen zwemstijl gebouwd, denk ik. Er staat ook een bordje bij. Op eigen risico. Nou, niet behoefte om te gaan zwemmen. Even laten zien. Daar al die hoge windmolen staat, is Meeblik. In de verte, daar moeten we heen. Ik heb dus wel 10 kilometer op zitten. In 2 uur tijd, dus het gaat lekker. Inmiddels 13 kilometer gepasseerd. Het is een mooie eer om te wandelen. Niet warm, niet koud. Lopen gaat goed, dus op naar de volgende 13 kilometer. Erop. 50 kilometer zit erop. Ik kom al aardig in de buurt van Meeblik. Ik loop nu achterlangs bij Onderdijk. En dit heb ik nog te gaan. Het is al in zicht.
loop hier in het natuurgebied Nesbos bij Onderrijk nog steeds, eigenlijk tussen Onderrijk en Meerblik. Mooi natuurgebied. Stikt hier van de ganzen. Maar ik heb wel een paar mooie plaatjes kunnen maken. Ja, inmiddels gevorderd tot Meerblik. Afstap naar de kasteel Radboud. Dus het einde is in zicht. Nu echt. Hier heb ik het kasteel aan de linkerkant. Inmiddels een Meerblik aanbeland. Nu alleen nog even naar het busstation. Einddoel bereikt, ik heb het station van Meerblik. Helaas rijdt de trein nog alleen het weekend nu, dus moet maar met de bus terug. Ik heb totaal 22 kilometer gelopen en 4 uur over gedaan, dus goede score.